als je kaart van Europa voor je neemt, dan zie je bij Nederland een enorme rode vlek. Dat is de stikstofuitstoot die Nederland veroorzaakt. En dat komt omdat we in Nederland ontzettend veel mensen hebben. Veel wegen, veel vliegvelden, maar ook ontzettend veel vee. Stikstof is heel slecht voor de natuur. Sommige planten gaan heel snel groeien, zoals brandnetels. Maar andere planten, en vaak ook de bijzondere en zeldzame planten, die worden gewoon verdrongen door die snel groeiende planten. 80% van de biodiversiteit in Nederland is inmiddels al verdwenen. En dat is gigantisch veel natuurlijk. De rechter heeft nu gezegd, Nederland, jullie zorgen niet goed voor de natuur. Die stikstofuitstoot, die moet echt omlaag. En dat betekent dat het kabinet dus haar beleid moet veranderen. De VVD heeft voorgesteld om 158 van de 160 natuurgebieden in Nederland gewoon dan maar te schrappen. Nou, dat vindt GroenLinks natuurlijk niet acceptabel. En gelukkig zijn er ook een heleboel maatregelen die je kan nemen om de natuur te beschermen. Je kunt gewoon de snelheid verlagen van 130 naar 100. Je kunt de veestapel verkleinen. Je kunt de koeien meer in de wei laten lopen. Als het lukt om deze maatregelen in te voeren, betekent het eindelijk een echte zorg voor de natuur. En dan kunnen die bijzondere planten en alle dieren die erbij horen ook weer terugkomen in Nederland.